Hallo, ik ben Remy Cornelia van CUTV. Wat vindt u van Feyenoord? Ja, ik vind eigenlijk niks. Het is gewoon een normale club van voetbal. Vindt u dat het goed of slecht gaat deze weken? Nou, ik vind deze week best wel slecht gaan. Want ja, ze verliezen steeds. Hou je zelf over voetbal? Nou, niet echt. Want soms, ja, soms gaan ze je laten vallen. En soms gaan ze duwen en dan wordt er soms geruzie, gevochten. Maar je hebt wel zelf voetbal, hè? Ja, om mee te voetballen. Want normale mensen, daar speel ik wel gewoon mee. Dankjewel voor het interview. We gaan nu twee mensen interviewen over het gedrag van Feyenoord. Wat vinden jullie van Feyenoord? Nou, ik vind helemaal niks van voetballen, want ik heb niks met voetballen. Ik wel vind het jammer dat ze slecht presteren. En waarom? Waarom ik het jammer vind? Ja, ze worden eigenlijk eerst op de tweede plaats staan nu. Maar ja, helaas. Ze hebben geen goede inkoop gedaan, dus daarom presteren ze niet zo goed. Bent u al langer 5 minuten? 7e af. Ik ben nu 51, dus rek het maar na. Dus ongeveer... Jij gaat niks zeggen, hè? 1, 2, 4, 4 jaar. Kijkt u vaak wedstrijden? Nee, de laatste tijd niet. Ik heb geen leuk voetbal meer vind voor Feyenoord. Waarom vindt hij dat? Ja, omdat ze slecht presteren. Aankopen doen, een paar miljoen euro's erin gooien. En dan komt het wel weer goed met Feyenoord. Bedankt voor je interview. Graag gedaan. Ik ben Manjus. Dave Devil. Wat vind jij? Niet goed. Ik vind het wel even leuk. Ik vind Feyenoord tegen veel liever. Maar eigenlijk vind ik het echt super cool. Wat vinden jullie de laatste tijd hoe Feyenoord spelen? Slecht. Vonden jullie het goed van PSV dat ze 10-0 voor Feyenoord hadden gewonnen? Nee. En wat? Goed. En wat vind je er goed aan? Gewoon Nou... Even. Dus overspelen is altijd belangrijker. Vooral voor de carrière wel. Dus dan ja, overspelen en een beetje nou, lekker snel. Dan heb je, kan je meer doelpunten pakken. Het moet van mij je been doen. Maken ze wel doelpunten? Ja, dan moet je knokken vechten, hè. Dan moet je onderwinnen. Gewoon blijven steunen van de club. Dat is wel belangrijk van een mens.